Met een knal en het leggen van de eerste vloerplaat werd officieel de bouw geopend van 16 woningen aan de Scheepvaartlaan. Onder andere het bedrijf Vastbouw werkt mee aan het project. De eerste handeling is de eerste vloer leggen. Dat is eigenlijk de officiële start voor de eerste vloer van de 16 woningen. Waarbij de bewoners of de kopers uitgenodigd zijn. En hier is kwart over vier de eerste handeling. Dat is dan dat blok beton laten zakken? Ja, de eerste vloer leggen op de plaats, dat is eigenlijk de officiële handeling. Dit wordt gedaan door wethouder van de gemeente Zwarte Waterland, Arie Speksnijder. Zijn ambtgenoot heeft de eer aan zich voorbij laten gaan. Mijn collega Arie Speksnijder die gaat de officiële handeling verrichten, het leggen van de vloerplaat. Ja, en dat doet hij in de hoogwerk of in de truck, dat durft u niet aan? Nou, ik heb een bouwkundige achtergrond. Voor mij is dat nieuwtje er allemaal af, maar ik wens hem veel succes. Ja, gaat hem niet lukken of wel? Bij alle vertrouwen in? Uiteraard, we zijn collegiaal, dus dat gaat hem altijd lukken. En dan is het officiële moment van het plaatsen daar. Juist met een bouw als deze, hier worden dan een 16-tal woningen gebouwd, specifiek eigenlijk voor starters. Dat geeft voor veel mensen nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Dat betekent voor ook Zwartsluis dat we wat een gevarieerdere woningaanbod krijgen. Dus als gemeente zijn we blij mee. En niet alleen de gemeente, maar ook de buurt. De bouw heeft niet lang op zich laten wachten. Ik heb begrepen dat Wetland hier in 2013 mee begonnen is. Nou ja, het is nu 2015, dus als je dan start met de bouw begin 2015, dan is het op zich best snel gegaan. Want ook voor Wetland is dit natuurlijk best een hele onderneming in deze tijd. Maar de verkoop die loopt goed. Inmiddels zijn er 11 woningen verkocht. En daarmee kan het project volgens Vastbouw snel klaar zijn. In eerste instantie gaan we 11 woningen bouwen. En die andere 5 die wachten we nog even op de verkoop. Oké, dus daar wachten jullie nog even mee. En dan is het dus wanneer opgeleverd, de eerste 11? Nou, we proberen de eerste 11 voor het bouwvak op te leveren. Voor het bouwvak. En dan de andere 5e is net een van wanneer wordt daarmee gestart. En hopen dat het mooier weer wordt met de bouw dan nu? Dat hoop ik wel, ja.